Luchtdicht bouwen is zorgen dat warme binnenlucht niet kan ontsnappen naar buiten en koude buitenlucht niet naar binnen kan. Correct geïnstalleerde ramen en deuren zijn essentieel om een gebouw luchtdicht te maken. Eerst en vooral moeten de zijkanten van de opening, de dagkanten, vlak en glad zijn. Daarom brengen we een mortellaag aan en strijken deze glad. De muuropening moet groter zijn dan het raam zelf, minimum 1 cm aan elke zijde, zowel boven en onder als links en rechts. Voor verder te gaan moet de mortel goed droog zijn. De zelfklevende aansluitband moet ononderbroken langs alle zijden van het raamprofiel bevestigd worden. Terwijl je de band aanbrengt met de ene hand, druk je hem stevig aan met de andere. In de hoeken voorzie je een oortje om de band ook hier mooi te kunnen aansluiten. Plaats het raamprofiel in de muuropening en zet het vast met wiggen. Met schroeven door het raamprofiel zetten we het raam vast in het metselwerk. Plaats de raamvleugel, zo kan het raamprofiel niet vervormd worden door het opschuimen. Vul de ruimte tussen raamprofiel en muuropening op met isolatieschuim. Als het schuim voldoende uitgehard is, snij je het overtollige schuim weg, gelijk met het raamprofiel. De aansluitband moet luchtdicht verbonden worden met de dagkanten. Breng de tape vlak aan, zodat de hoeken gelijkmatig gesloten zijn. De aansluitband aan de buitenzijde moet dampopen zijn. De aansluitband aan de binnenzijde moet dan wel dampremmend zijn. Ten slotte worden er stopprofielen voor buitenpleister op het raamprofiel gekleefd. Om een raam luchtdicht te plaatsen, moeten allereerst de dagkanten vlak gemaakt zijn met mortel. De mortel moet voldoende droog zijn. Een speciale aansluitband wordt rondom het raamprofiel geplaatst. Na de plaatsing van het raam worden de aansluitbanden op de dagkanten gekleefd.